En dat drinkt de juiste Edox tijd op Radio Miami Go op 2 uur precies. Edox met de juiste tijd, altijd. En dan moet je die vogel zien, en dan moet je die vogel zien. Hij draagt ook een echte Miami Go jean. En dan moet je die vogel zien, en dan moet je die vogel zien. Hij draagt ook een echte Miami Go jean. De Miami Go jeans. Wees de beste, formidabel zeg! Schrijven voor uw bedrijven is er elke ochtend tussen 9 en 10 en 's middags tussen 2 en 3. Voor al wat werkt, een verzoekplatenprogramma op Radio Miami Go. Waarschijnlijk al begrepen, luisteraars, dit wordt dan de laatste schrijven voor bedrijven in de middaguren. En de mensen die ons verzoekjes hebben gestuurd voor de komende weken, die hoeven zich niet ongerust te maken, die hoeven echt niet te denken van ja, nou komen we niet aan de beurt. Want al die verzoekjes die verhuizen naar het programma van Heike, 's ochtends tussen 9 en 10. Dus wat dat betreft geen problemen. En in het vervolg kunt u dan tussen 2 en 3 'smiddags luisteren naar een programma dat heet Tussen de Wallen in het Schip. Dan draaien we platen die een beetje moeilijk van de grond komen, waar de platenmaatschappijen zelf ook nog wat moeilijkheden mee hebben. En wij gaan dan toch proberen die platen te ondersteunen, zodat ze misschien te zijn de tijd via Mimico dan toch nog een stipnotering, of tenminste een hitnotering krijgen. Vanmiddag, laten we eerst even vertellen voor wie we platen gaan draaien. Dat is voor de kwekerij Kees Kouwenhoven, die hebben we al eerder gehad trouwens. Vreedburglaan 5 in de Lier. En Stan, als je wat meer harde muziek draait, dan word je nog populairder, staat erbij. Uitstekend idee. Dan hebben we het tuinbouwbedrijf van Pelikaan Schenkeldijk 4 in Maasdijk. En we draaien ze ook voor het chrysantenbedrijf van de gebroeders van Pazen, Bovendijk 49 in Kwinsel. En dan gaan we beginnen vanmiddag met de papa's en de mama's. Daarna Dear Old Dad van Sandy Kane. En Return to Fantasy uiteraard van Uriah Heep. Tot zover dan vanmiddag Return to Fantasy van Uriah Heep. Daarvoor hoorde u Sandy Kane, ook een hele goede plaat, Dear Old Dad. En we begonnen vanmiddag met Monday Monday van de papa's en de mama's. U weet het, dit is dan de laatste aflevering van Schrijven voor Bedrijven, deel 2. Dat zenden we dus uiteraard nu alleen nog maar uit op de werkdagen van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 10. The Last Farewell, dat is de volgende plaat waar we naar gaan luisteren, Roger Whittaker. Dan hebben we Roy Orbison met Pretty Woman en ook nog Money van Pink Floyd. Een droom voor thuis. Een droom in huis. De doos met roos. 8 wonderbare LP's gespeeld door groot orkest. Het Golden Dream Orkest brengt million seller hits. Songs from the movies. Try to remember magical evergreens. Acht LP's met instrumentale nummers van het Golden Dream Orchestra. Ga ze eens beluisteren bij je platenhandelaar. Vraag de doos met de roos. Radio Media Mingo. 319. Radio Caroline. Radio Caroline et Mi Amigo ensemble. Station musicale numéro 1 en Europe. Sur les 319 mètres en moyenne onde. En direct de la mer du Nord pour la France. 3, 1, 9. Mi amigo, mi amigo, mi amigo, mi amigo. Radio Caroline. 3, 1, 9.
Er is maar één dag in je leven dat je zo'n schitterende exclusieve bruidsjapon kunt dragen. Ga daarom bij Michaela, want bij Michaela kan je kiezen en passen uit een grote, sprookjesachtige collectie bruidskleedjes met een aparte, romantische, vrolijke of geraffineerd moderne stijl. Ook de bruidsmeisjes en de bruidsmoeders vinden bij Michaela van hun rading en dit aan betaalbare prijzen. Michaela, Smedestraatbrugge, Markt Eeklo en Vrijdagmarkt Gent. Michaela, daar wordt de mooiste bruid. Schrijven voor bedrijven, deel 2 vanmiddag, luisteraars. Moeilijk. Altijd moeilijk om dan eigenlijk onder woorden te brengen wat je precies zeggen wil, maar goed. Wij gaan op 1 december naar de 319. Gaat u mee? Kom, Haag. Je moet kerel zijn, jongen. Niet te sentimenteel worden. Wat zei jij, Bok? Niet sentimenteel worden. Vanmiddag dus platen voor kwekerij Kees Kouwenhoven, Vreeburglaan 5 in de Lier. Ook voor het tuinbouwbedrijf Pelikaan, Schenkeldijk nummer 4 in Maasdijk. En voor het chrysantenbedrijf van de gebroeders van Pasen, Bovendijk 49 in Quinsel. En dan hebben ze nog 2 plaatjes voordat we zometeen de volgende 3 gaan aankomen van met de groet. Bianca van Freddy Breck. En dan hebben we ook Wake Up Little Susie van de Everly Brothers. Nieuwelier Zwitserland aan de Molenstraat 3 te Aalst heeft de nieuwe collectie binnen. De nieuwe modellen dameshorloges in 18 karaat wit goud, afgezet met een kroon van zuivere briljanten, zijn echte juweeltjes. Ook zijn er dames- en herenringen in goud gemonteerd met echte briljanten en smaragden. Juwelier Zwitserland heeft de grootste sortering verlovings- en trouwringen met een keuze uit duizenden modellen met daarbij een leuk herinneringsgeschenk. Verder natuurlijk ook armbanden in 18 karaat goud, colliers, kettingen, oorringen en hangers met gouden munten. Bij Juwelier Zwitserland koopt u vertrouwd en altijd tegen groothandelsprijzen. U kunt ook nu wel eens komen kijken voor een eindejaarsgeschenk. Juwelier Zwitserland vindt u in de Molenstraat 3 te Aalst langs de autostrade Brussel-Gent. Telefoon in België 053 21 16 50. Vanaf morgen wordt Schrijven voor Bedrijven deel 2 dus vervangen dus door een programma dat getiteld is Tussen de Wal en het Schip. En daarin draaien we eigenlijk de stiefkinderen in de platenbusiness, zou je het haast wel kunnen noemen. Platen die erg, wat zeg je? Klots, tussen de wal en het schipje. Maar in ieder geval platen die een beetje moeilijk van de grond komen en die toch erg goed zijn, want er worden werkelijk prachtige platen uitgebracht die geen reële kans krijgen. Wij van Mia Mico hebben gezegd, jongens, we gaan er wat aandacht aan besteden. En misschien dat zo'n plaat dan te zenden daar toch nog een plaat wordt die op de top 40 of op de top 50 komt te staan. Dat hopen we dan maar. De volgende 3 dan, vanmiddag in deze laatste schijven. Dat wordt Black Sabbath met Paranoid, Eloise van Barry Ryan en Plaat Mary van Ike en Tina Turner. Zover Ike en Tina Turner met het overbekende Plaat Mary. Eloise hebben we ook gedraaid van Barry Ryan, wat ik altijd een schitterende plaat blijf vinden. En daarvoor Black Sabbath en Paranoid. In het luxe meubelpaleis van de firma Vermeer Thijs en Zonen te Westerlo gaat tot 31 december de grootste sensationele superverkoop door. In het restaurant kan je nog steeds terecht voor een volledig Tempies warm middagmaal aan 100 frank. En nu, tot 31 december als extraatje, gratis een lekker dessert. Sabayon Cointreau. Iedere zaterdagavond en zondagnamiddag is de dancing geopend. Waar je tot 31 december terechtkomt in grote Duitse wijnfeesten. Wijnfeesten onder leiding van de wereldberoemde orkestleider Hans von Frankenhausen. Welke gratis 15.000 flessen van de allerbeste Mosel- en Rijnwijnen zal uitdelen. De firma Vermeer Thijs en Zonen te Westerlo. Kom ook eens langs. Dan moet ik eerlijk bekennen dat we nog 3 platen hebben klaar liggen om te draaien, maar ik betwijfel eraan of we ertoe komen om ze ook inderdaad alle 3 nog te laten horen. Voorlopig beginnen we met Queen en Somebody to Love, dan hebben we Elvis met One Night en of we toekomen aan Tensie C, dat zult u wel merken. I'm Not in Love eventueel. En dan zal ik nog 1 keer vertellen, dat is dan ook weg, de allerlaatste keer voor u dan vanmiddag platen gebruikt hebben. Dat was voor de kwekerij Kees Kouwenhoven in de Lier, het tuinbedrijf van Pelikaan in Maasdijk en voor het chrysantenbedrijf van de gebroeders van Pasen,
boven dijk 49 in Kwinshuil. Het was dus de laatste aflevering van Schrijven voor Bedrijven deel 2. Alle bezoekjes die u tot ons gericht hebt, daarvoor natuurlijk uitermate hartelijk bedankt. Ik hoop dat ik u heb kunnen plezieren met de platen inderdaad te draaien die u graag heeft willen horen. En de mensen die in de toekomst voor de middaguitzendingen platen hadden aangevraagd voor Schrijven, die hoeven zich niet ongerust te maken, want die worden nu in de toekomst uitgezonden. 'S Ochtends tussen 9 en 10 bij Heike. Voor uw modeshows, beurzen en openingen van winkels kunt u zich wenden tot onze mobiele Miamigo studio. Voor boeking en informatie kunt u bellen met Patrick van Lijn. Telefoon 091 25 95 66. Dit is Miamigo Internationaal. Bij een rustige Noordzee is de Miamigo-temperatuur momenteel 4 graden. Dit is Ferry Eden met het nieuws. Luisteraars, goedemiddag. Een groepering die zich de ondergrondse Zuid-Molukse jongerenbeweging noemt, heeft de Nederlandse regering een aantal eisen doen toekomen. Zo wordt onder meer geëist dat de 21 wegens gijzeling veroordeelde Molukkers in eenzelfde gevangenis worden ondergebracht en men eist het recht op zelfbeschikking voor alle Zuid-Molukkers. De groepering heeft aangekondigd dat wanneer deze eisen niet voor het einde van dit jaar zijn ingewild, zij zich in staat van oorlog met het Koninkrijk der Nederlanden zal verklaren. De politie van Johannesburg heeft 30 zwarte journalisten gearresteerd die een demonstratieve mars hielden in de richting van het hoofdbureau van politie in die stad. De betogers droegen spandoeken met protesten tegen het verbieden van de IBJ, de Bond voor Zwarte Journalisten. Een militaire rechtbank in Cairo heeft 5 man ter dood veroordeeld en 34 andere gevangenisstraffen variërend van 3 jaar tot levenslang opgelegd. De mannen maakten deel uit van een extremistische moslimbeweging en maakten zich in juli van dit jaar schuldig aan ontvoering en moord op de Egyptische minister Sahabi. De Italiaanse journalisten zijn vanochtend voor 24 uur in staking gegaan omdat zij staatszekerheid eisen in tijd van snelle technologische veranderingen op het gebied van de nieuwsverwerking. Een conceptwetsontwerp is in voorbereiding, maar de journalisten willen de volksvertegenwoordiging tot grotere spoed aanmanen. De staking heeft tot gevolg dat er geen nieuws over de radio en tv is, maar tevens is aangekondigd dat er geen ochtendbladen zullen verschijnen. Radio Mi Amigo gaat verhuizen. Vanaf 1 december om 12 uur 's middags gaat Mi Amigo naar een andere golflengte, 319 meter. En tot slot van deze nieuwsuitzending de weersverwachting tot morgenavond. Veel bewolking, plaatselijk mistvorming, maar geen neerslag van betekenis. Bij een zwakke wind zijn de minima voor vannacht 4 graden aan de kust en rond min 2 graden meer landinwaarts. Temperaturen morgen oplopend van 6 graden in het westen van de Benelux tot rond het vriespunt meer landinwaarts. En dat brengt de juiste Edox-tijd op Radio Miamigo op 3 uur precies. Edox met de juiste tijd altijd. Miamigo Radio. Miamigo. 3, 1, 9. En dan moet je die vogel zien en dan moet je die vogel zien. Hij draagt ook een echte Miamigo-jean. En dan moet je die vogel zien, en dan moet je die vogel zien. Hij draagt ook een echte Miamigo jean. De Miamigo jeans. Steeds de beste, formidabel zeg! Voor inlichtingen bel het nummer in België 031 57 68 00. Tussen bal en schip, elke dag tussen 2 en 3, een uur lang platen die in de hitgolven ten onder dreigen te gaan. En dat is dan het programma, luisteraars, wat in de plaats is gekomen voor Schrijven voor Bedrijven deel 2. Een programma wat u net gehoord heeft ontvangen van, ja, platen die in de hitgolven verloren dreigen te gaan. Er zijn er een boel, er worden ontzettend veel grammofoonplaten uitgebracht. En de A-kantjes en zo, die komen regelmatig op de BRT, op Hilversum 3.
Maar er zijn ook al veel platen bij waarvan je zegt, jongens, die hebben een reële kans nodig, die moeten we steunen. En dat is ook de taak op het ogenblik van ons, van de discjockeys van Miamico hier in Spanje, om juist die platen eens een klein beetje in hun belangstelling te gaan brengen. En ik zou willen zeggen, laten we eens gaan luisteren naar Tony Sherman. Dat vind ik een echt een goede opname, maar hij staat nog nergens genoteerd. Maybe I'm sorry. Heeft u last van lekke of natte kelders, vochtige of regendoorslaande muren? Bel dan Ordex in Deventer. Telefoon 05700 23858. Vocht en water verdwijnt waar Ordex verschijnt. Elke dag tussen 2 en 3 geeft Stan Haag die platen een kans die het bij Miamigo wel kunnen maken. Ja, en er komen natuurlijk ontzettend veel platen uit van de maatschappijen die erachteraan zitten. Te veel dat ze allemaal een grote hit kunnen worden, dat is ook wel begrijpelijk. Maar toch zijn we dus die platen gaan afluisteren, we zijn toch eens gaan denken van, jongens, er zitten toch leuke dingetjes tussen, die moeten we toch echt wel degelijk onder uw aandacht brengen. En als ik nu zeg dat we een Japanse plaat gaan draaien, dan zou je zeggen, Stan, je bent helemaal gek geworden. Maar we hebben hem gehoord, Bokje was het ermee eens. De tekst op de achterkant die in Japans gedrukt staat is een hele goede tekst, vinden we dat. En dat is een opname van Peko en Naka. Dat nummer dat heet dan Agezo Nan Umeai. Formidabel, formidabel, formidabel. Dit is de takte. Dat was Gilbert Bécaud, ik moet zeggen weer Gilbert op zijn allerbest met Le Difference. De volgende plaat, de My Curb staat er, de My Curb Congregations, dat is een opname waarvan je kunt zeggen, ja, die groep die zet ons weinig, het nummer zet ons weinig, maar het klinkt allemaal vreselijk enthousiast en wie weet heeft het toch een reële kans. Dans on Moria. Baby, het is de zinger van de Gibson Brothers. Ik hoor net, het is de oude hit-tip geweest van Frank van der Mas. Dus ja. Je moet zeggen, Frank en... wat zei jij ook al? Van waar de haast? 3, 1, 9. Ja, dat zei ik al. Dan zitten we nu alweer een dikke 2 uur op, bijna 2,5 uur. Hopen dat de ontvangst goed is. Hopen dat de programma's lekker bij u thuis doorkomen. Ook vanavond na 7 uur of na 6 uur. Want ik heb de laatste maanden de jukebox zitten doen. Met het idee, als er 15 mensen luisteren, ben ik blij, maar... Dat kan nu misschien wat meer zijn. Hier is Eric Carmen ook een plaat die echt wel een beetje de belangstelling verdient. She did it. Nou, alles zal me afzakken als dit ter zender tijd toch geen verschrikkelijke grote hit gaat worden. Dat moet. Het was een bijzondere fijne plaat van Sheila B. Devotion. En u hoorde Singing in the Rain. Bezoek Dancing James, de Westmalle, voor een heel weekend eindeloze ontspanning. Dancing James biedt u elke zaterdag en zondagavond, als ook elke zondagnamiddag, uitstekende amusementsmuziek. Dancing James, de Westmalle, voor een weekend om te bekomen van een week hard werken. Dancing James, de Westmalle, voor mensen die zich kunnen en zich nog willen amuseren. Dancing James, Westmalle. Miamigo. 319. Nieuw bij Goormans. Goormans aan de Broegheimse Steenweg 301 ten Nijlen aan de brug van het Netenkanaal. Bij bouwmaterialen Goormans een grote keuze in standaarddeuren en houten garage kantelpoorten. Wij maken gratis uw prijsofferte en geven steeds minimaal 15% korting op de vaste prijzen. Goormans, Broegheimse Steenweg 301 ten Nijlen aan de brug van het Netenkanaal. Telefoon 031-81-83-48. Heike de Bois, hit-tip. Dat wordt een opname van Sardou. Een beetje eigenaardige plaat, maar op een gegeven moment zeg je toch, hij is verschrikkelijk goed. La Java de Broadway. In het luxe meubelpaleis van de firma Vermeer Thijs en Zonen te Westerlo gaat tot 31 december de grootste sensationele superverkoop door. In het restaurant kan je nog steeds terecht voor een volledig tempisch warm middagmaal aan 100 frank. En nu, tot 31 december als extraatje, gratis een lekker dessert. Samaillon Cointreau. Iedere zaterdagavond en zondagnamiddag is de dancing geopend. Waar je tot 31 december terechtkomt in grote Duitse wijnfeesten.
wijnfeesten onder leiding van de wereldberoemde orkestleider Hans van Frankenhausen, welke gratis 15.000 flessen van de allerbeste Mosel- en Rijnwijnen zal uitdelen. De firma Vermeer Thijs en Zonen te Westerlo. Kom ook eens langs. Ik zit hier met mijn persoonlijke hittip op mijn schoot, luisteraars, maar dat kan ik u moeilijk laten horen. Wat ik wel doe, we gaan nu 3:10, we zijn alweer bijna 3 uur in de lucht op de 3:19. Luister naar The Jacksons en Dying Places. Dat was dus een opname van The Jacksons, Going Places, ook nog niet genoteerd, zover ik weet op dit moment, maar wie weet het, dat is de bedoeling van Mi Amigo om op het ogenblik juist platen die het moeilijk hebben, die tussen de wal en het schip terecht dreigen te komen, om die veel te draaien, veel in de belangstelling te zetten, zodat we de moeilijke kinderen onder de plaat, laten we het zo eigenlijk maar eens een keer stellen, toch een reële kans geven dat de luisteraars ze hoort. En dat die dan zeggen van, nou jongens, het is toch een goede plaat, we kopen ze. En dat het dan toch uiteraard nog een hit gaat worden. Bijvoorbeeld Sammy Davis Jr., daar hoef ik heel weinig meer over te vertellen. Ik neem wel meteen afscheid van u. Die kunnen toch wel draaien, dacht ik, Bok. Those were the days. Ik neem dus afscheid van u en u weet het om 3:00 voor de eerste keer op de 319 meter. Hiken met de persoonlijke top 10. 9!